Burgers Zoo heeft van 10 oktober tot 1 november een reeks dinosaurussen in huis. RTV Arnhem sprak er met Bas Lukkenaar en Monique Dijkhuizen over. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dinosaurussen in het park te plaatsen? Nou, we hebben heel succesvol samengewerkt met de mensen die China Light met ons hebben gedaan. En zij vertelden ons van we kunnen ook iets heel gaafs met dinosaurussen gaan doen. En wij wilden heel graag een beleving in de herfstvakantie creëren voor jong en oud. En dit is wel weer een heel spannend avontuur wat bij ons park past. Dus ja, zodoende zijn we bij deze, zoals je ziet achter mij, levensecht brullende dinosaurussen gekomen. En wat onderscheidt deze dino's van andere dino's in verschillende parken? Er zijn natuurlijk in verschillende parken al wat dino's. Maar deze dino's die zijn heel echt, zoals je achter mij ziet. Ze bewegen net als in de film bijvoorbeeld Jurassic World, die nou heel erg hot is. En je krijgt echt het idee van, en zeker als je een klein kindje bent, van leeft dat ding nou of niet? Dus je zit heel dicht op die emotie, op die ervaring, de spanning. En we gaan dinosaurussen ontdekken met papa en mama in het bos. En hoe spannend. Dat willen we heel graag overbrengen. En ik denk dat we daar een heel groot verschil maken met veel andere parken die ook dino's hebben. En hoeveel dino's staan er in het park? In totaal hebben we zo'n 25 dinosaurussen staan. Verspreid over een centrale route door ons park. Ook als het eventueel slechter weer is. Een groot deel gaat door de bush, door de desert. We zijn vrij weersonafhankelijk. De Kids Jungle, onze speeltuin die overdekt is, blijft open. Dus we hebben ons ook goed bewapend tegen eventueel wat minder weer of de kans dat er een buitje valt. En overal in het park vind je die 25 grote dino's. Wat kunnen mensen van de dino's verwachten? Hier achter mij, dat is een beetje het klapstuk van de hele voorstelling, zal ik maar zeggen. De Dino's in the Bush show. Hier achter mij staan 5 grote dino's in een bos. En 's avonds is het hier donker, een beetje spannend, een beetje spookachtig. Er hangen hier overal mistflarden. En ineens zo uit die mist duikt zo'n dino op. Hè. Die beweegt, die leeft, die gromt. En dat gaat wel een echte trekker worden, verwachten wij. Wat kunnen we verwachten van de speurtocht van de dino's? Ja, we hebben een speurtocht gemaakt over de dinosaurussen die bij ons in het park staan. En daarmee kunnen de kinderen eigenlijk het hele park door. En er staan allemaal gezellige, leuke vragen op over dino's. Dino's zijn natuurlijk hele enge dieren, maar als je de speurtocht doet, dan leer je gewoon heel veel meer over ze. En dan kun je ook beter begrijpen waarom dino's... Hoe ze werkten, hoe het zat met eieren leggen, met alle zaken. En misschien worden ze ook wel een beetje minder eng als je de speurtocht helemaal klaar hebt. Hoe kunnen mensen aan deze speurtocht meedoen? De speurtocht is helemaal gratis en die kan je downloaden van de Burgers Zoo website. Dus je gaat naar www.burgerszoo.nl. Daar klik je even door op de dino's en daar staat een linkje naar de speurtocht. Die kan je dan zelf uitprinten en die kan je meenemen naar het park. We hebben ook nog een hele leuke informatietafel in onze desert staan. Die staat ook op de route. Daar kan je dan ook gewoon kijken, kom je vanzelf langs als je de dino-route volgt. En daar kan je bijvoorbeeld echte dino-botten vinden. Bij de dino's staan dus ook informatieborden. Wat is er op de informatieborden te vinden? Ja, op de informatieborden staat een heleboel verschillende informatie. Natuurlijk over onze dinosaurussen en welke verschillende dinosaurussen het zijn. Er staat bijvoorbeeld op hoe groot de dino in werkelijkheid was. Dan staat er een klein poppetje van een mens naast in verhouding tot de dino. Dan weet je hoe groot die dino was en hoe klein de mens eigenlijk was. Je kunt bijvoorbeeld zien wat ze hebben gegeten in die tijd. Een leuk verhaal over de dino, waarom die bijvoorbeeld zo heet zoals die heet. Waarom heet een Paralophosaurus bijvoorbeeld? Ik weet het ook niet, maar dat staat op de borden uitgelegd. En op elk bord staat onderaan ook een kinderquiz. Die is heel erg leuk. Dat is een vraag over die dino waar je bij staat. En dan kan je kijken of je de vraag kan beantwoorden. Misschien met een beetje hulp van je ouders of met degene met wie je bent. Maar het leuke is dat dat antwoord altijd op de kop onder de vraag staat. Dus je hoeft nooit met vraagtekens naar huis te gaan. Je krijgt het antwoord van ons mee. Wat gebeurt er met de dino's na de herfstvakantie als deze show is afgelopen? Zoals we er nu voor staan, denken wij dat we de dino's nadat het evenement voorbij is gaan verkopen. Er is al veel interesse voor evenementen, voor collega's in de attractie- en dierentuinwereld. Dus ja, waarschijnlijk gaan we ze verkopen, maar we weten het nog niet. Het kan zijn als het een enorm succes is dat we zeggen we bouwen het volgend jaar nog veel groter uit en we gaan nog meer doen. Maar dat zal de toekomst ons leren.